Dit filmpje gaat over heel veel werkstukken maken met het worstenmannetje. We hebben een worstenmannetje gelegd, geplakt en dat worstenmannetje gaan we verder gebruiken. Straks om te tekenen, maar eerst moeten we hem daarvoor uitknippen. We knippen in één vloeiende beweging het mannetje uit. We hebben geen nek, maar die moet er wel bij komen, dus we knippen een nek erbij. Kinderen vinden een nek vaak moeilijk, omdat het een heel dun lijntje is. Maar een nek is helemaal niet dun. Hij is even breed als het hoofd breed is. En het is eigenlijk geen driehoek. Het is gewoon een rechthoekje. Maar dat geeft niet als het hoofd er maar aan zit. Want anders hebben we geen mens. We knippen vloeiend. En als je dan toevallig een arm eraf knipt, niet, geen probleem. Bij mij gebeurde dat ook. Die plakken we er wel weer aan. En zo heb je straks een mannetje. Het positief. Kijk, bij mij hier het armpje er ook af. En we plakken straks gewoon het armpje er weer bij aan. Het positief, het mannetje. En het negatief. Namelijk de restvorm. Die restvorm kunnen we gebruiken. Want we plakken hem gewoon op een mooi kleurtje papier. We zetten daar onze handtekening op. En we hebben ons eerste werkstuk. Even wat rommeltjes, kniprommeltjes er nog af. En dan is hij klaar. Dit is een van de mogelijkheden met de restvorm. We gaan straks het blauwe mannetje ook uitknippen. En dan zie je het resultaat van het blauwe mannetje uitgeknipt in de restvorm. Kijk, hier ligt hij er nog. Ik heb hem al uitgeknipt en er weer ingelegd. En hier staat een rood mannetje naar het kunstwerk aan de muur te kijken. Dat kan je zo gebruiken en je hebt weer een werkstuk. Je kan het plaatje ook weer omdraaien en dan heb je het mannetje helemaal voor je alleen. De volgende stap is tekenen. Dan gaan we het mannetje gebruiken om een lijntekening te maken. Die lijntekening ontstaat door het mannetje om te trekken. We zetten de stiftpunt tegen de rand van het mannetje aan en we trekken het hele mannetje om. Je moet af en toe wat steun geven, want anders schuift bijvoorbeeld hier het armpje weg. En zo teken je hem helemaal rond. Als het mannetje wat geschoven is, niks aan de hand. Je schuift hem gewoon weer in de grond, in de vorm die je al getekend hebt. En zo ontstaat een heel figuurtje. Je kan dit nu als klaar beschouwen, maar je kan er ook mee verder gaan. Kijk, je kan hem zo nog een keer eroverheen tekenen, waardoor er een herhaling ontstaat. Je kan hem omdraaien en dan krijg je een soort van symmetrie. Dat vond ik wel leuk. En zo teken ik een mens met twee hoofden en vier armen. Gewoon door elkaar heen. En ik had niet helemaal ingeschat, maar ik vond het lijnenspel wel erg leuk. Al die lijntjes door elkaar heen graven dan weer nieuwe vormen. En ik zag dat daar een soort van U-vorm in kwam. En die heb ik even ingekleurd. Gewoon voor de lol. Dat vind ik het leuke van kunst maken. Je kan niet alles bedenken. Er ontstaat ook van alles en nog wat. En dat noem ik dan cadeautjes krijgen. En in dit geval heb ik een heel mooi cadeautje gekregen. Omdat het een mooie vorm is geworden van een soort van mens met vinnen. En hier heb ik twee mensfiguurtjes achter elkaar getekend. Ik heb ze eerst neergelegd. Kijk, hier heb ik ze neergelegd. En ik heb heel goed nagedacht en gekeken van wat moet voor en wat moet achter. Dat wat voor komt uiteindelijk, daar, dat moet ik dus helemaal tekenen. En daar wat erachter zit, bij dat lijf achter, moet ik niet tekenen. Dat heb ik hier ook gedaan van de danser. Niet met twee figuurtjes, maar met hetzelfde figuurtje. Alleen de ene keer zo en de andere keer zo. Ook weer moet ik goed kijken. En even onthouden waar ik wat moet doortrekken. Het leuke is dat er zo diepte ontstaat. De een staat voor de ander. Dit is mijn kaartenbak. Ik verzamel kaarten die ik krijg voor mijn verjaardag als ik ziek ben met de kerst. Want die kaarten gebruik ik om mijn mannetjes en vrouwtjes aan te kleden. Dus ik zit nu te zoeken naar een paar mooie kaarten met kleurtjes en motiefjes en vormpjes die ik misschien kan gebruiken voor mijn mannetje. Hier liggen mijn kaarten die ik uitgezocht heb. Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil, maar ik weet wel dat ik die rode kaart met die mooie gouden opdruk
wel wil gebruiken voor het vestje of het hesje van mijn mannetje. Ik zoek dus en ik mik met mijn mannetje op de kaart zo dat die mooie gouden draak precies op zijn lijf komt. Dan pak ik een pen. Ik pak een pen en geen stift, want ik wil die dunne lijnen van mijn pen gebruiken. Want bij een stift krijg je brede lijnen. En als je het straks uitknipt, blijven nog restjes van die stift zichtbaar. En dat vinden kinderen en ik niet zo heel mooi. Het nadeel is van een pen dat je het niet zo goed ziet. En dat je wat harder moet drukken misschien wel. En dat je heel netjes moet werken. Ik teken niet het hoofd, want daar zit mijn hesje niet. Ik stop bij de hals. Dan komt daar straks een gat in mijn getekende vorm. En die moet ik dan even opvullen. Kijk, ik kan kiezen uit een ronde hals. Maar ik kan natuurlijk ook een V-hals maken. Of een rechte hals. Of een kooltrui. Dat boeit verder niet. Dat mag je zelf weten. En dan begint het knippen. Het knippen is een zorgvuldig werkje. Gelukkig zie je niets als het niet zo heel erg als je het niet helemaal precies knipt. Want dat is het voordeel van het tekenen met een pen. De pen valt weg in de achtergrond op de kaart. Ik teken en ik teken en ik teken. Sorry, ik knip en ik knip en ik knip. En op een gegeven moment is mijn hesje klaar. Dat hesje kan ik nog even passen op mijn mannetje. Maar ik kan het ook los van mijn mannetje laten zien liggen. En dan heb ik mijn hesje al klaar. Kijk, hier is mijn hesje. Ik krijg hem erop. Hij past. Dan haal ik mijn mannetje weg, want ik vind mijn mannetje niet meer zo mooi. En mijn hesje wel. Ik zoek weer een andere kaart. En dat voor de broek of legging of wat je, hoe je het ook noemen moet. Ik zoek even met mijn mannetje weer van, hé, waar moet ik beginnen? Daar ongeveer bij het midden. En dan schuif ik mijn mannetje zo dat ik over de mooie motiefjes van mijn kaart heen leg. Ik teken weer af. En dat doe ik voorzichtig en weer met pen. En ik ga knippen. Hetzelfde verhaal als net. Doordat je pen gebruikt, zijn de lijnen wat dunner. En zie je niet dat het helemaal, dat je hier en daar een fout met knippen maakt. En dat is handig, want anders moet je het opnieuw doen als je erg streng bent naar jezelf. Kijk, hier heb ik mijn broek. Even nog het laatste restjes erbij. En daar heb je het. Ik prik hier met mijn schaar op dat lijntje wat tussen de benen getekend is, zodat er een klein ruimte ontstaat om straks ook weer de achtergrond er doorheen te zien, waardoor het echt ook twee benen worden. Mijn hesje er bovenop en kijk, hier sta ik alweer. Mijn mannetje wordt zo langzaam maar zeker heel mooi aangekleed. Het begint dan ineens een heel stuk spannend te worden. Je kan nog wat schuiven, je kan hier nog wel wat mee rommelen. Allemaal goed, het hoeft niet meer per se het mannetje te zijn, het blauwe mannetje, maar je kan er ook iets mee rommelen. Kijk, ik heb hier armen en voeten al geknipt. Kijk, hier met mijn, uit een stukje aan, uit een kaart waar wat bruinig was, wat ik wel een mooie kleur vond voor de armen. Ik heb nog een andere broek gemaakt, maar ik vind die eerste met bloemetjes toch veel leuker. Ik had die kaart met die twee kinderkopjes erbij gelegd. Maar die vind ik wat truttig geworden. Ik had ergens een smiley gevonden. En ik dacht, hé, die kaart met die smiley is wel leuk. Want dan heb je een hele grote, heel groot smiley hoofd. Maar ik had ook een andere kaart gevonden van een lieve heerbeestje met twee stippen. En dat is ook wel erg spannend om dat zo te doen. Er zijn genoeg keuzes te maken. En je kan nog een beetje het figuur naar je hand zetten. En zo maak je je eigen mensfiguur. Je kan natuurlijk ook met draadjes haren maken en plakken. Je kan ook gewoon een rondje tekenen en daar je ogen, neus, mond en alles op plakken. Al vind ik dit wel erg leuk dat het in één materiaal gemaakt is. En toch kies ik ervoor om mijn smiley hoofd te gebruiken. Ik vind hem net iets vriendelijker, net iets aardiger eruit komen. En tot slot knip ik nog even de slang, want ik vind het wel een hele Chinese
kunstwerk geworden. Ik ruim op en het kunstwerk is klaar. Naam erop, inlijsten en ophangen en ervan genieten.